Ja, ik denk als je kijkt naar de reeks die wij hebben neergezet en de reeks die PSV hebben neergezet, komt het zeker goed uit. En ik verwacht een mooie wedstrijd. En ik denk dat de kansen in ons voordeel zijn. Hoe leef jij naar zo'n wedstrijd toe? Ik leef niet anders dan een wedstrijd toe. Omdat dit PSV is of zo. Je gaat elke wedstrijd met dezelfde instelling in natuurlijk. Alleen nu weet je dat er ook dingen spelen bij PSV. En bij ons juist het vice versa. Hè. Bij ons gaat het prima. En ik hoop dat we die lijn door kunnen zetten. Hoe kan het dat jullie thuis zo onverslaanbaar zijn? Ja, hoe kan dat? Ik kan geen andere reden verzinnen dan het publiek natuurlijk. Ik denk dat we op ons gemak spelen en ons eigen ding doen. Niet altijd met goed voetbal, maar wel met passie en strijd. En ik denk dat ze dat toch wel accepteren hier. Nou, is PSV, het kan ook voor hun zijn dat het misschien voor hun wel een soort ommekeer wordt. Maar aan Utrecht uit, daar is de druk voor hun ook wel wat minder. Ja, het is niet mijn probleem waar hun aan denken als ze hier naartoe komen. Ik weet wel dat wij het zo moeilijk mogelijk gaan maken. En dat dit soort wedstrijden natuurlijk op papier altijd voor PSV zijn. Alleen ik denk dat de kansen duidelijk in ons voordeel spreken. En ik verwacht niet anders dan 3 punten dus. Wat weet je nog van vorig jaar? Wat weet ik nog van vorig jaar? Ja. Ja, het was een leuke wedstrijd. Het ging een beetje gelijk op. En ik had het geluk dat ik de 1-0 erin mocht koppen. Ja, het gevoel is, er is geen beter gevoel als de winnende goal maken eigenlijk. Ja. Kijkend naar dit PSV, wie worden jouw directe tegenstanders waarschijnlijk? Of tegenstander? Ja, ik weet niet wie er op dit moment rechtsbuiten gaat spelen. Ik hou me er eigenlijk ook niet zo mee bezig. Ik denk dat ze zich beter op ons kunnen concentreren. En het maakt me eigenlijk niet uit tegen wie ik speel. Waar zit het gevaar dan van PSV? Of kijk je er ook niet naar? Op dit moment het gevaar van PSV is eigenlijk nergens. Ja, met alle respect. Ze doen het niet goed. En wij wel. Ik kan er niet veel over zeggen eigenlijk. Nou, vragen we iedereen. Durf je te voorspellen? Jij zei al 3 punten, maar wat voor een score? Als het weer de herhaling net als vorig jaar krijgt, dan 1-0 maar. En wie maakt hem deze keer? Ja, ikzelf natuurlijk.